Hebben we er zin in? Ja. Ja. Ja, goed zo. Welkom bij Een Huisvol. Yeah. Het programma waarin we het reilen en zeilen van vier families met heel veel kinderen volgen. Alles voor de kinderen. De elfkoppige familie Jelies uit Tollebeek, vlakbij Urk, vierde vorig seizoen de 16e verjaardag van oudste dochter Jenny. En dat mocht wat kosten. Met zo'n groot gezin en de huidige inflatie moeten ze de komende periode serieus op de kleintjes letten. Dus Janneke heeft er een baantje bij. Een man kan het gewoon niet meer alleen verdienen, dus je zult wel het samen moeten doen. Kunnen ze het financieel rondbreien? We maakten afgelopen zomer kennis met de schippersfamilie Zeldenrust. Vader Joshua is binnenvaartschipper en is afwisselend op het schip en thuis in Werkendam. Ook in deze serie is het gezin het liefst zoveel mogelijk aan boord. De oudste kids springen ook graag van boord. Maar voor de kleine schipperskinderen is het halen van een zwemdiploma de hoogste prioriteit. En of dat gaat lukken... Ze doet het niet goed. De familie Curigan woont met 9 mensen in dit appartement in Amsterdam. Ze hebben een erfenis van Cynthia's vader en bekeken vorig seizoen een leuk buitenhuisje. En de knoop is doorgehakt. We hebben het strandhuis. Of ze uiteindelijk de juiste plek gekozen hebben. Ja, rustig. Dit vind ik helemaal kak. Bij de familie Bunnenbrück is moeder Tyla sinds vorig voorjaar gecertificeerd kapster. En nu is het aan vader Rob om het souterrain definitief om te bouwen tot een kapsalon. Papa, alsjeblieft. En dat is niet zijn enige verbouwklus. Rob heeft via internet een nieuwe tweedehands keuken op de kop getikt. En die moet geplaatst. Maar past die wel? Oh, ja. We hebben een probleem. Oh, wat zit daar onder? Zo. Welkom terug bij Een Huisvol. Moet je eigenlijk weer spelen? Mooi hoor. Voor wie is die dan? Voor jou en Joni. Zo goed? Ja, top. Waarom dan? Zij is jarig. Dan gaan we nu even vieren, toch? Wordt je cool. Het is een heel bijzondere dag voor Johan en Janneke Jelies. Want vandaag vieren ze de eerste verjaardag van hun 9e kind Joni. Joni ligt nog te slapen en dat betekent dat de andere kinderen nog even de tijd hebben om wat moois te maken voor de jarige Job. Ga je ook kleurplaat maken voor Joni? Wil je ook kleuren? Ik ben heel blij dat ze 1 jaar is, maar Janneke niet. Ik denk dat de laatste misschien wel is en dan vind ik het wel een dingetje of zo, ja. Ik vind het wel lastig. Maar ik geniet heel erg van die babytijd en die kindertijd. Baby's, het is voor mij toch een beetje een dingetje. En ik heb dan altijd gezegd, als ze 1 jaar is, vanaf dan wordt het voor mij leuk. Dit vind ik ook heel mooi, maar het is wel dat je merkt van... die kleine is dat baby is er echt af. Ze gaat nu staan en ze gaat echt klappen. En ja, het is echt een afsluiting. Dat komt nooit weer terug. Zullen we hem hier neerleggen zo? Ja. Ja? Jou nou ook? Jou nou ook? Doe je eitje, Johan. Ja, even een eitje erbij. Lekker. Het is zaterdag. Wie wil de bordje even op tafel leggen? De jarige Joni wil maar niet wakker worden. Maar de tekeningen zijn af en de rest van de familie is zo langzamerhand wel toe aan ontbijt. Kijk, dat vind ik al heel wat. Moet ik hem wakker maken? Auw, je stond heel hard op mijn teen. Wat zullen we doen? We mogen kinderen ook wakker maken, want het is al 9:30, hè? Ja. Sst. Slaap nog. Oeh. Goed onder haar armpjes. Goed zo. Hier is ze zwaar, hè? Hey, Joni. Joni ligt nog steeds in haar oude, vertrouwde bedje naast Johan en Janneke. Terwijl ze eerder eigenlijk al naar boven was verhuisd. Ik kom nog wel eens 's nachts en dan moet je elke keer... Nou is dat niet erg, elke keer naar boven, maar... Nou, ze komt hier. Ik heb haar liever gewoon nog even bij me. Ja. Ik geniet hier nog te veel van. Hè? Van dit lekkere meisje. Ja, we gaan. Goed zo. Lukt dit of niet? Ook in Amsterdam valt er van alles te vieren.
Ja, dit is het begin van 6 weken zomervakantie. En gelukkig begint het met heel mooi weer. Want het is fantastisch weer. Volgens mij 29 graden, want het komende dagen. En dan gaan we zo meteen lekker naar het strand. Cynthia en Ivan Kudelgam hebben namelijk de knoop doorgehakt. En van de erfenis van opa André het strandhuisje in IJmuiden ook echt gekocht. Maar voor een deel van de kinderen is dat nog een verrassing. Ik ga vandaag eens naar het strand. En meer dan de helft weet ik nog niet dat het eigenlijk al helemaal besproken is. Dus ik ga dat straks vertellen. Dus eigenlijk weet alleen Lois het. Kik heeft ervoor. Sef, drink jij ook je smoothie? Ja. Een bakje? Drink jij ook je smoothie, lieverd? En deze mag je ook in bakjes doen. Onder het mom van een gezellige picknick op het strand wordt de hele club mee naar IJmuiden gelokt. Alleen oudste zoon Jess is nog niet beneden. Jess heeft al gedoucht hoor, maar die kan dan heel traag aankleden. Dus die komt er zo aan. Jongens, kom. Sef, kom. We gaan. Twiggy. Twiggy, volgende. Jalla, jalla, jalla. Deze is lekker. Woehoe. Ivan heeft inmiddels de beschikking over een auto, namelijk die van opa André. Die ze hebben overgenomen na zijn overlijden. Oh, hij doet het niet. Oh, dat is hem! Het is een hele ruime auto, maar we passen er niet met z'n allen in. Eigenlijk, we hebben ook geen auto nodig. We hebben een bakfiets, een elektrische. Maar dit is eigenlijk gewoon sentiment. Cynthia vroeg aan mij, want die heeft geen rijbewijs. Dus ze moest wel aan mij vragen van, wil je hem nog even aanhouden? Want ze had er nog gevoel bij opa. Hier, weer de sleutels. Nou, ik zie je daar. Doei. 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 Waar is de sleutel? Aan de andere kant, rechts. Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Ik ga niet. Dadelijk zit je in die auto van de buurman. Ze vinden het wel rete interessant. Zo'n auto. Maar dat brengt mij wel op een idee. Als het zeg maar te druk is, stop ik ze gewoon in de auto een paar uur. Hebben zij het leuk en ik heb het rustig. Doei! Het kan dus best praktisch zijn, zo'n auto. Maar een gezin van 9 past er inderdaad niet in. Daarom fietsen de oudste kinderen richting station om met de trein en bus naar IJmuiden te komen. Maar waar blijft Jess? Jess die was weer in bed gaan liggen. Oké. Maar hij heeft wel gedoucht, dus ik zei neem maar de trein van een half uur later. Dus hij komt een half uurtje later, dus oké. Oké. Yes? Ja, oké. Zijn jullie er klaar voor? Let's go! Let's go! De schippersfamilie Zeldenrust heeft ook zomervakantie. Althans, de kinderen. Want vader Joshua, die moet gewoon werken. Maar dat is geen probleem, want dan kunnen ze lekker met het hele gezin op het schip verblijven. Jongens, gaan jullie mijn appeltaart eten in de stuurhut? Ja, lekker! Hartstikke gezellig, al die kleintjes hier. Ik had de grote al een tijdje bij me. En ze zijn allemaal lekker enthousiast voor de vakantie. Het is heerlijk weer steeds. En dan dat Jantina er is, hebben we ook nog eens wat lekker. Dus veel beter kan het niet. Ja. Ik ben natuurlijk hier ook aan het werk aan boord. Maar tijdens de uurtjes die ik mag sturen, zijn die kinderen sowieso lekker vrij om hier heen en weer te struinen en te spelen. We bakken met Lego en games. En sowieso de koffiemomentjes, die zijn natuurlijk heerlijk boven. Want je hebt het mooiste uitzicht hier. Je ziet iets wat je normaal, als je gewoon alleen huis hebt, je ziet dan iets wat je normaal niet zou zien. Ja. Je komt ook op meer plekken. Joshua is dus eerder met de oudste kids aan boord gegaan, maar de kleintjes hadden nog zwemlessen. Niet onbelangrijk voor schipperskinderen. En dus is moeder Jantina later aangesloten in Duitsland. En dat was een spannende autorit voor haar. Ik heb zelf op mijn 19e mijn rijbewijs gehaald. En daarna eigenlijk tot ik zwanger was van Jadinja. Mijn 33e, 34e niet meer gereden. Gewoon ja, hele kleine stukjes, maar onze auto werd eigenlijk steeds groter. En ik durfde het eigenlijk gewoon niet meer aan. Ik rijd normaal altijd achter Joshua aan. En ik dacht ook bij mezelf, ik kan er nu voor kiezen om thuis te blijven. Of ik kan ervoor kiezen om het te doen. Want als ik het nu niet doe, dan weet ik ook niet of ik het kan. Dus ik heb gewacht tot ze klaar waren met zwemles donderdag. En toen ben ik met de jongste vier naar Krotsenburg gereden.
om toch lekker compleet te zijn voor het weekend. En dan ga ik er zondagavond weer af, omdat ze maandagochtend weer gaan zwemmen. Het is fijn, hè, om met papa aan boord te zijn. Ja. Moesten we lang voor in de auto, hè? Ja. Maar ging heel goed, ze waren heel erg lief. Dus dat was mijn eerste lange rit alleen. En ik was stiekem best trots op mezelf dat ik het gedaan had. En ik heb heel veel respect voor alle schippersvrouwen die dat dus elke vrijdag en elke maandag doen. Echt, ja. Afvaren op deze brug, doorgaan. Jos, heb jij zo meteen nog planning voor de jongens? Ik zit denk ik nog een half uurtje en dan kan ik straks even met de jongens naar voren. Die hebben gisteren al even een beetje bijgeplekt in het ruim. Daar komen altijd beschadigingen door de lading. Daar kunnen hun mooi een beetje hun verfkunst oefenen. Sean? Tafeldekken. Bij de familie Buddenbrück in de Duitse Hukkelhoven is het een relaxte vakantieochtend. Moeder Tayla hoeft geen kinderen naar school te rijden en dus kunnen ze met z'n allen ontbijten. Jongens! We zijn doof. Kom, tafeldekken. Want hoeveel zijn we dan, weet je dat? Nee, ja, schat, dat weet je niet. Ja. Kinderen hebben een vakantie. Kijken wat het allemaal brengt in 6 weken. Voor mij vooral niet meer rijden. 40 minuten heen en 40 minuten terug naar school. Omdat vaak 2 tot 3 keer per dag. En dat hoef ik nou niet. Ik hoef nou niet meer te crossen. Geen taxibedrijf. Ik heb ook even vakantie. Voor mij is 6 weken te kort, maar... Ik vind dat lekker, de kinderen thuis. Ik geniet daarvan. Ja, en nu allemaal gezellig aan tafel. Niet kleuren aan tafel als we aan het eten zijn. Toet, wil je ook die? Ik wil hagelslag. Ja, kijk. Eerst geen hagelslag. Jawel. Mama, wat is dat? Vlokken. Dat is hagelslag. Nee, dat is vlokken. Ik wil ook vlokken. Vlokken. Op vakantie. Veeg je nou echt de vlokken aan mama af? Ja, we gaan waarschijnlijk wel naar een pretpark, denk ik. Ja. Achtbaan? Ga je in de achtbaan? Ja. Oh. De Buddenbrückjes houden het bij dagjes uit, want een vakantie zit er niet in. Als glasvezelmonteur heeft Rob het juist in de zomermaanden extra druk. Ik probeer natuurlijk wel te kijken in welke mate ik eerder klaar zou kunnen zijn met werken. In de weekenden vooral, hè? Vooral in de weekenden, om leuke dingen te kunnen doen met de kinderen. Ja, lekker! Je kan met ze picknicken, naar het strand, hè? Of zo'n dingetjes allemaal. Dus er zijn wel vast verschillende dingen te doen. We zullen wel zien wat de vakantie brengt met de kinderen. Daar is ze! Bij de Jelies in Tollebeek hebben ze even geduld moeten hebben. Maar de schone slaapster, de jarige Joni, is eindelijk wakker. En dus kan het feest beginnen. Helemaal omheen kijken van wat is er. Hiep en de piep. Hoera! Hoera! Joni. Joni. Lekker beef. Qua ontbijt doen we niets apart, maar... We hebben alleen als we met verjaardagen, als ze straks ouder zijn en zelf kunnen beslissen, dan mag de jarige beslissen wat we eten. Ja, ik denk dat niet. Joni kan dat nu nog niet, hè? Wat vindt Joni? Dan moeten we allemaal aan de pap. Ga je hem zelf bellen? Ja, nee. Bel op één. Nou, Harry, mag jij 2 eieren? Jij mag 2. Maar nu zijn zusje 1 jaar is, wil Harry even iets belangrijks bespreken over haar naam. Moeder, bijna iedereen zegt dat je zo Joni heet. Maar eigenlijk moet het Joni zijn. Ja, dus. Ja. Joni in plaats van Joni. Ik vind het ook mooi. Ik vind Joni ook 10 keer mooi. Ik zou Joni doen. Jouw naam is al wel discussie over geweest. De eerste letter van... Tijdens de bevalling. Nee, maar jij maakt het moeilijk.
Ja, moeder. Jij bent de enige die op de barricade staat en wij werpen jou zo om, zonder problemen. Het is vanaf vandaag. Dan Joni. De Kudogams zijn onderweg naar het strand van IJmuiden, waar Cynthia een grote verrassing heeft voor de kinderen. Kik, Lois en Pixie zitten inmiddels in de bus. Ik vind het niet per se heel erg, want we hadden sowieso al geen auto daarvoor. Dus het is niet dat ik het wil hier in de toon zetten. Dus de ene keer kan ik er wel in en de andere keer ga ik met het OV. Vind jij het wel fijn? Ja, en of je nou met de auto of met het openbaar vervoer gaat, het maakt qua tijd niet eens zo heel veel uit. Misschien is het spanning die beetje. Oh ja! Zie je ze? Ja, ik zag hem. Ik dacht dat ik weet dat het onze auto is. Ja, dat is hem. Volgens mij. Hé, hey, we hebben jullie ingehaald. Vamos a la playa. Oh, oh. Man, man, man. Nou, laten we gaan eten, jongens. Ik heb een beetje trek. Het is niet alleen trek. Cynthia wil de kinderen tijdens de picknick de verrassing vertellen. Maar eerst moet er gezellig kwartier gemaakt worden. Voor dit bijzondere moment. Oh, dit is een smal kleed. Maar dat stoel... Oh, het is een tafelloper. Zo lang is ook leuk. Ja. Zit op een rijtje. Zo, en dan doen we hem gewoon zo. Nee, hier, even dit. Oh, gat voor het zand. Oh. Nu ligt er overal zand op het kleed. Wat is het allemaal voor lekkers? Allemaal lekker. Dat is niet zo erg gelukkig. Maar... Ik hou hiervan, jongens. Echt waar. Ja, ik ook. Ja? Ik ook. Ja. Waar hou je het precies van? Van het weidse. En dan is het grote moment van de verrassing aangebroken. Dus, we hebben het strandhuis. Echt? Ja. Ja. Ja, we hebben het gisteren in orde gemaakt. En we gaan het daar gaan... waren jullie zo. Wat een verrassing voor jullie. Maar hoe vinden jullie dat? Want we hebben natuurlijk de Veluwe hebben gehad, we hebben Bakkum gehad. Oh, lekker. Leuk. Kik heeft ook een vriend op IJmuiden en ik heb ook... Mijn beste vriendin zit op Zandvoort, dus ik vind het echt heel erg leuk. Ik wilde gewoon echt iets voor de toekomst. En ik denk dat een plek als dit gewoon voor altijd voor iedereen blijvend goed is. Ja. Bij de familie Zeldenrust heeft vader Joshua het roer overgedragen aan zijn broer. Omdat hij gaat klussen met zijn oudste kinderen. Het laadruim moet geverfd worden. En dat betekent werkkleding aan. Dat kan jouw maat wel eens goed zijn. Dat weet ik niet. Van Eduard geweest. Maar even passen. Nee. Julia, laat me eens kijken. Ah, dat valt best mee. Ja. Oh, joh, alleen even omrollen. Dan is het gewoon goed. Pap, waar zijn mijn laarzen? Ik heb wel groene met 38. Ja, heb je een laarzen? Ja, maar probeer die maar eens te vinden in die enorme hoop met spullen van 10 man. Deze mensen van de kast. Dit is 38, maar er is geen 7. Ik heb nog alles gebuiten. Goed voorbereid, hè? Je wilde het er straks, wist je dit al? Nee. Van papa mocht ik het nu pas opzoeken, maar... Hier ligt het niet, hè? Nee, dat is ook niet. Jullie hebben ze gevonden in de machinekamer. Mooi. Dat probleem is opgelost. Maar dan moeten ze ook nog reddingsvesten aan. En dat is best een ding voor een modebewuste jonge dame als Julia. Julia, pap, ik ga echt geen oranje aan doen hoor. Yes, is klein. Oké, okay, jongen. Ik heb sowieso een taal. Ik ga in stijl. Julia, het staat je hartstikke leuk. Echt waar. Is dat nou? Ja, dit staat pas goed. Oh, ik heb vaak zo erbij gelopen hoor. Dat weet papa nog wel. De laadruimte die geschilderd moet worden ligt aan de voorkant van het schip. Het is best een onderneming om daar te komen. Hou je goed vast, hè? Yes, ook. Zo. Ja, maak ik ze alle vier weer klaar. Jullie hebben gisteren 1 laag gezet op al die plekjes. Dus je kan vandaag gewoon lekker doorverven. Zie je? Al die randjes. Al die randjes moeten vol zitten. Doet. Nog even nergens, zometeen. Goed, muisje?
Op deze eerste vakantiedag hebben de Buddenbrugs een uitje naar de speeltuin gepland. Maar eerst moet Rob nog wat klussen en Tyla wil voor vertrek de boel aan kant hebben. Zoon Junot helpt haar een handje. Wil je alsjeblieft die kat gewoon laten lopen als je de afwas aan het doen bent? Want dat vind ik echt smerig. Nu. Nu. Niet, nee. Niet op mijn aanrecht. Oh, nou. Zie je dat je een irritant mannetje bent? Echt. Af en toe moeten ze kunnen inruilen, die kinderen. Rob heeft zich ondertussen teruggetrokken in de kapsalon van Tyla. Want hoewel haar diploma al lang en breed aan de muur hangt, kan er nog steeds niet geknipt worden. Het komt maar niet af. Oké. Ik heb het gevraagd. Daar gaat hij. Hoppa. Alsjeblieft. We willen dan eigenlijk kijken, als we dit weghalen, dat we dan kijken voor verlichting met felle led. En dan in een soort punt, zo schuin, zo, als een soort berg of iets, maar dat voldoende licht heeft voor de hele ruimte. En het plafond willen we dan eigenlijk kijken, was ik met Thailand overleggen, om dat met metaliek zwart te doen. Of in ieder geval een glitterplafond met heel veel glitter. Bling bling een beetje. Het is een dames, hoe noem je dat? Of in ieder geval vrouwelijke eigenaar. Dus, dan ga je er geen herenkapsalon van maken, lijkt mij. Hij doet maar. Het duurt voor mij alleen maar langer zo. Ja. Nee, daarom. Dus dat. Er moet nog heel wat gebeuren. En de tijd begint te dringen. Tyla wil namelijk voor het einde van het jaar de deuren openen. En dan is Rob ook nog eens met een ander ambitieus project begonnen. Ja, zoals je ziet, die kastjes die zijn wat ouder. En die hebben scheurtjes en dit en dat. En je merkt ook met hangwerk en sluitwerk. Ja, dat is nog heel oud, hè. Dat kent geen soft close en niks niet. En het is gewoon een tijd voor vervanging. Vanwege een groot gezin natuurlijk is duurzaamheid belangrijk bij een keuken. Design is voor ons niet zo heel belangrijk. Het moet praktisch zijn, het moet stevig zijn. En sterker nog, kijk, het liefst heb ik hier gewoon een beetje zo'n landelijke keuken. Ja, ja? Ja. Modern staat er niet. Nee, modern zal je ook niet staan. Onlangs heeft Rob een aardig keukentje op de kop weten te tikken. Niet direct landelijk, maar wel duurzaam. Ja. Even kijken, ja, hier staan al wat onderdelen. Dit is compleet RVS. Alleen ja, dit zit natuurlijk een beetje. Dit is een tweedehands keukentje natuurlijk. Op zich wel hartstikke mooi. Ja, want als je hier kijkt ook. Hier heb je dan bijvoorbeeld ook de oven. Dit is gewoon helemaal nieuw. Dat is dan de achterwanden zijn dat. Dit is gewoon hard graniet. Dat zijn dan de kastjes, als het ware. Alleen, er missen onderdelen. Ja. En dus stort Rob zich nog maar even op de kapsalon. Maar het is inmiddels ook de hoogste tijd om de kinderen uit te laten op deze eerste vakantiedag. Bobby, ja. Ik wil mijn kinderen nog weg. Ja. We zouden weggaan. Ja, 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 we gaan zo, denk ik dan. Hè. Kijk. Gaat nog meer doen. Ja? Ja, jij gaat nog wel even door, denk ik. Maar... Nee, we moeten gaan. Dit is wel mooi, als je dit helemaal eraf hebt, hè. Ja, ik kan ook alleen gaan hoor, mijn moeder niet. Ja, we gaan. Kijk, een mooi strak plafond. Zijn jullie mee? Spannend. In Tollebeek staat de jarige Joni Jelies een leuke dag te wachten. En die begint bij buurvrouw Heidi. Ze is dol op fotograferen en vandaag mag Joni haar model zijn. Hoi, hoi. Jantine en Janna gaan met hun zusje mee. Wat gaan wij doen dan? Taartslaan. Ze mag lekker vies worden, Janna. En dat gaat zeker lukken, want Joni krijgt een echte smash cake shoot. Ze mag lekker kliederen met een verjaardagstaart. Ze moet alles grijpen, dus met die taart komt dat wel goed. Ze is zo bewegelijk, dat wordt wat. Hey, leuk dat strikje in de dome, top. Mooi, ja. Hyper de piep, moeder. Hyper de piep, moeder. Yay. Zullen we naar buiten? We gaan naar achteren toe, hè? Ja, we gaan naar achteren. De foto's worden genomen in de achtertuin, waar Heidi een studiootje heeft ingericht. Oh, wauw. Wat leuk, kijk even. Top, hé. Ik vind dat ook gezellig. Wat is dat nou? Nu de meisjes druk zijn met de fotoshoot,
hebben Johan en Harry de tijd om boodschappen te doen voor vanmiddag. Ze gaan namelijk met het hele gezin een feestje vieren in een speelbos. En daar hoort natuurlijk wel wat lekkers bij. Nou, dan gaan we daarheen. Maar het blijft niet alleen bij verjaardagsinkopen. Jawel. Goed zo. Dankjewel. Als ik met mijn vader meega, dat ik altijd iets lekkers of zo krijg. Even een visje halen, even met z'n tweeën. Even vader-zoon, hè? Maar dat doen we wel heel vaak, hoor, vader-zoon. Niks tegen je moeder zeg, hè? Die kan ook kiek. Oh, yay. Oh, kiek dit dan. Yay. Mooie vlucht. Goed zo. Ja, anders dan stak verwacht dat ja. Joni moet even de kat uit de boom kijken, denk ik. Van wat doe ik, wat is dit? Dit is een kieskeur, rijd in de gaten. Ik heb het door. Ja, hè? Ik zou niet voor vanille kijken. Nee. Wil jij ietsje naar achter gaan staan? Maar buurvrouw Heidi geeft niet op. Ze moet en zal de perfecte smashcake foto maken. Yeah. Ja. Zeg eens even. Hoera! En we waren net te druk en dat werkte aan van rechts bij haar. En nu alleen Heidi, de buurvrouw, doet hem, gaat heel goed eigenlijk. Dus nu feest het leuk. Nu geniet ze. Nu zie je hoe haar karakter is. Wat ze, is ze afwachtend, is ze aanvallend. Nou, het is echt een afwachtend meisje. Vind ik wel mooi te zien. Ik heb echt wel leuke foto's, hoor. Het zijn echt wel leuke tussen. Oh, die is leuk. Papa, wacht eens aan. Vind je dit lekker? Ja, ja. Ik mijn shirt uit. Nee, hou maar aan. Nee, ze hebben ook. Oké. Okay. Oh, die is even, jongen. De kinderen Kudelgam zijn duidelijk blij met de koop van het strandhuisje. En Cynthia is er inmiddels ook van overtuigd dat ze de erfenis van haar vader en dus het geld van haar ouders goed heeft besteed. Ja, mijn ouders die hebben... Zullen we hem er even bij halen? Ik had hem meegenomen. Die had je meegenomen? Had je het gezien? Mijn vader? Ja. Hoe dan? Ja, ja. Niet zijn as of zo. Nee. Oh. Ik dacht, dan is hij hier ook een beetje bij, toch? Had je het niet gezien? Nee. Oh, oké. Okay. Nou, toch lief. Ga ik naar janken? Dat wil ik helemaal niet zijn. Nee, dit is gewoon, ja, hoe noem je dat? Verlengstuk van wat zij hebben gezaaid, zeg maar. Een beetje, dat oogsten wij nu. Zo zie ik het gewoon, ja. Eigenlijk. Ja. Ja, het is heel mooi gezegd. Het is een goede keus. Ik vind het water een beetje koud, lieverd. Harry! Ozie! We kunnen ook de zuurte gebruiken. Olé! Ozie hield helemaal niet van water, hè? Kijk, ja, hem gaan. Ja, hij houdt van water. Zit met de billen. Zit je billen in het water? Chef, we moeten gaan. Een afspraak, kom. Ja, want voordat alles straks officieel wordt met een handtekening... hebben ze nog een momentje met de huidige eigenaren, Thea en Gerard... Zij hebben het huisje 40 jaar lang gehad. Kom, mama, verder. Zo. Nou, daar zijn we weer. Daar zijn we dan. Ja, wat moet ik eigenlijk zeggen? Ja, Cynthia, het is jouw momentje, hè? Dus, ja, ik ben er heel slecht in en dan word ik altijd emotioneel. Ja, dat is toch helemaal niet erg? Ik wil jullie heel erg bedanken voor de... Ja. Nou, ik kan het echt niet. Wil jij het even zeggen? Nee, ik kan niks zeggen. Jij ik ben nog niet gezegd. Nou ja, ik vind het echt fantastisch dat we dit nog... overnemen van jullie. En nou ja, heel veel dank voor het geduld. Heel bijzonder. Dank je wel. Echt. Het is jullie zo. Ja. Ja, ik hoop dat jullie er heel veel plezier van hebben. Ja, dat denk en ik ook. En ook, ja. Ja. Zullen we hier dan lekker op drinken? Oh, prima. Toch? Ja, ja. Oh. Kijk, ik hoef er niks te doen. Kijk eens. Bij jullie is het natuurlijk ook een afsluiting van een periode. Ja. En dat grote mes champagne. Ja, maar die krijg je natuurlijk niet. Want daar zit alcohol in, lieverd. Oh. Zin in champagne. Oh. Maar nog niet drinken. We moeten nog proosten.
proost. Oké, proost. Proost. Op een proost. Nieuwe avonturen. Een nieuwe avonturen, ja. Ja. Cheers. Mami. Cheers. Oh, oh, oh. Op het schip bij de familie Zelderust wordt er, ondanks dat het vakantie is, hard gewerkt aan de laadruimte. Het jarenlange vervoer van kolen, soja, bonen en containers heeft zichtbare sporen achtergelaten. Kijk eens naar deze randjes. Niet met een lege rol, hè, Julia? Nee, maar er zat allemaal druppels zitten hier. Nee, het mooie is dat ze nu met z'n vieren allemaal wat groter worden. Zo ruim van ons schip is heel erg groot. Maar nu dat ze hier met z'n drietjes of viertjes samenwerken, dan gaat het zo lekker rap. En je ziet dat die jongens er gewoon heel enthousiast mee zijn. Dat ze lekker met die rol mogen knoeien. Ik krijg er geld voor. Ja, joh, je vindt het ook hartstikke leuk. Tuurlijk. Het is gewoon leuk om te doen. En dan kun je af en toe oefenen voor later als je ook schipper wordt. Dus het maakt ook niet uit als je er geen geld voor krijgt. Ik denk niet dat ik later iets met schepen zou gaan doen. Gewoon niks voor mij. Vroeger wilde ik altijd dierenarts worden of bakker. Maar dat vind ik niet meer leuk. Kraamverzorgster, ja. Heb je ook nog genoemd. Ja, ik heb genoeg kraamdiploma's. Omdat ik meehielp toen ik klein was. Maar ja. Rol maar gewoon het hele stuk zo. Lekker erin. Kijk, als je heel hard rolt, dan gaat hij spetteren. En als je heel rustig rolt, zoals Jasper nu hier. Rustig. Oh, rustig heen en weer. Dan wordt het saai als het langzaam gaat. Dat is de TikTok-generatie. Niet waar. Als een filmpje langer dan 30 seconden duurt, dan duurt het al te lang. Ja. Hielp bij mijn vader vroeger wel, maar ik had nooit gedacht dat ik aan boord zou belanden. En ja, uiteindelijk toen ik van school af was, dan toch maar eerst naar boord. Omdat ik niet goed wist wat ik dan moest gaan doen. Ja, en dan blijf je gewoon plakken, want dan blijkt dat het gewoon hartstikke leuk werk is. Ja, dat zie je als je jong bent nog niet zo. En of ze dat later nog steeds leuk vinden. Ja goed, daar ga ik nu nog niet te veel over nadenken. Want dan ga je op een gegeven moment wensen in je hoofd maken die niet uitkomen. Ik vind het gewoon leuk als ze mee blijven helpen als ze er zijn. Nou, kom je rol zomaar even hierheen brengen. Jullie hebben goed je best gedaan, dankjewel. In Tollebeek is de jarige Joni weer helemaal spik en span. Ze zijn klaar voor het feestje in het speelbos. Alleen nog even wachten op Johan en Harry met de boodschappen. Hey. Hi. Zijn jullie daar? Wat duurde lang, jongen? Schat, 3 weken. Wauw. Was het lekker? Was het lekker? Oh. Goed zo. Jij weet wel, hè? Tuurlijk, ik ken jou. Nou, wat heb ik was gedaan, lekker? Man? Ja, je hebt een loempiaatje of een broodje. Haring gehad. Ja, nou ja, dat snap ik. En ik een kibbeling. Hey, gaan jullie ook mee, dames? Het speelbos is een plek waar de familie graag komt. Maar de kinderen kunnen zich lekker daar hun ei kwijten. Lekker spelen, lekker rossen. Ze zijn zo blij met iets kleins, natuur. De schepping kunnen ze mooi zien, dus dat is het mooiste wat er is. Had jij een cadeau al in de bus? Het belangrijkste? Dat cadeau, dat is symbolisch. Dat moet als laatste in de bus. Oh, oh, jij werk je ook overal uit. Echt waar, gebekte. Gaat hij mee? Goddelom, vriend. Met 11 feestgangers aan boord, verdeeld over 2 busjes. Met cadeaus in de achterbak en veel speelgoed en nog meer lekkers arriveren ze op de feestlocatie. Kosten nog moeite zijn gespaard. Qua kosten kijken we eigenlijk nergens naar. We hebben wel een budget qua cadeaus. We doen per kind ongeveer 100 euro per verjaardag. Als ze kleiner zijn, krijgen ze wat minder duur cadeau en de rest gaat op spaarrekening. En later komt dat weer goed. Ja. En ze dan een duurder cadeau krijgen. Kun je rijden of niet? Dan ga ik wel rijden. Hoppakee, opgelost. We hebben geluk dat 1 april... 1 april kinderbijslag binnenkomt. Want dan hebben we 4 verjaardagen in die maand. We beginnen bij 3 april. Of nee, wacht. 13 april. Nee, 4. Oh, 4 april, 13 april, 18 april 23. En 23 april. En dan 4 mei jij. En 4 mei ik weer. Ja. Is een dure maand. We gaan... Ik gewoon bij die klimrek zitten in het droge gras. Ik heb een kikker! Heb je een kikker? Ja! Voorzichtig, hè? Zie? Hey. Echt waar. Zijn leven zit erop. Hij heeft ook mijn hand gepikt. Het is gewoon geweldig, dit. Nee, ik wil hem. En er is nog veel meer van dit soort situaties. Ik wil hem in het water doen. Ja, gooi ze maar in het water. Ik wil gewoon... Ga je schoenen pakken, Devon? Kom. Pak de von.
Doe de Vondse schoentjes aan. Dus je nodig je eigen schoenen aan. Hun hebben al schoenen aan. En die anderen kunnen ook alvast hun schoenen aandoen. Waarvoor? Heb je dan schoenen voor hem of niet? In Hugelhoven is Tyla druk bezig om haar man en kinderen te activeren voor het uitje naar de speeltuin. Kan je schoenen aandoen of kan je geen schoenen aandoen? Aan. Volgens mij de verkeerde voet. Kijk, het is niet nat. Kom, kom. Mee? Ja. Oh. Ik wil meedoen met... En voor de kinderen. Oh, shit. Even wat lekkers meegenomen. Als we met de kinderen weg gaan, zorgen we altijd dat drinken en wat lekkers bij ons hebben. Ja, je kan niet zonder drinken zonder niks gaan, want dan weet je gewoon, dat duurt het misschien 15 minuten. En dan beginnen ze te zeuren of drinken of iets, en dan is het gewoon klaar. Maar al dat lekkers heeft op warme dagen wel een vervelende bijkomstigheid. Oh, kijk, gelijk 4, 5 stuks. Ja, man. Ligt het echt in de auto? Kijk, gelijk bezoek van de wesp. Oh, wil je de wesp doen? Ja, kom, laat dat. Oh, sorry. We hebben allemaal wespen, jongen. Wie is klaar naar de bron? In de speeltuin is het lekker veel bewegen voor de kinderen. En daar wordt Tyla dan weer heel blij van. Devon. Hey, wat ben je mama. Doen? Schommelen. Pap heeft je vast. Pap heeft je vast. Nee, hij is bang op. Oh, yeah. Daar heb ik die voet in mijn gezicht. Ik geniet het meeste van de kinderen zoals nu. Speeltuin met ze. Als we gaan wandelen of als we leuke dingen gaan doen. Hij schaat. Met jou. Doei. Tegenwoordig zitten natuurlijk kinderen veel op hun schermpjes. En wij vinden het wel belangrijk, ja, dat je ook met de kinderen naar buiten gaat. We doen meestal gewoon wel uitjes. Hè? Dus of het nou een wandelingetje is, of picknick, of naar een speeltuin. Ja. Ja. Ik wil nog één keer. Nee, ik doe die eerst. Laat toet, laat toet. Nee, Giovanni, hij moet opstaan. Het is niet per se een hele onderneming. Hè? Nee. Van, oh jee, we moeten ergens heen of zo. En of je dat nou met 2 kinderen of met 5 of 10 kinderen hebt, je groeit er gewoon in. Oké. Okay. Ja, de laatste keer. Ja, kom, schiet op. 1 keer. De laatste keer. Zo. Ops. Oh. Dat was helemaal niet zo hard. De vakantie is begonnen, jongens. Ja! Ja, kijk uit, hè. Goed vasthouden, goed vasthouden. Bijna maar die kon nog. Ja. Jeza, wil je even maar even de dvd's oprapen en in het kastje leggen? Ja. Bij de familie Zeldenrust hebben ze het diner achter de kiezen en is het einde van de dag aangebroken. Willen jullie de dvd's even in de kast leggen voor mij? Ja, mama. En dan maar even doen. Ja. Als we klaar zijn met eten, doet een van ons meestal de vaat en nou ja, het aardigglad ruimen. En de ander die gaat met de kinderen bezig. Omkleden, dus pyjama aan, tanden poetsen. Gaan even een verhaaltje lezen en even zingen. Ben jij een pyjama aan het zoeken? Waarom is haar auto open? Oh, ze is niet aan het pyjama zoeken. Ze is lekker met de treintjes te spelen. Ik zet ze terug. Zet jij ze terug? Helemaal goed. De jongste 4 die gaan nu naar bed. Het is ondertussen al bijna 19:30, dus ja, het is voor zo'n dag ook wel goed. En met de oudste 4 gaan we zo meteen gezellig in de stuurhut nog even opblijven, spritje doen. En, gaan we op de bank zitten? We hadden nog geen toetje gehad, hè? Tja, bij Jozua lijkt de memo de kinderen moeten naar bed nog niet te zijn aangekomen. Hij speelt de leuke vader. Maar ja, dit schiet wel op dan zo, hè? Wil je ook nog een toetje? Ik stond te wachten of ze even aankwam kleden bij mij. Maar je gaat een beetje lief lopen doen hier, dus... Maak vrienden. Dat is het dus, hè? Mama heeft het altijd gedaan. Dat doe ik heel goed poetsen. Dat is een beetje papa's verwinderij. Dat is natuurlijk hartstikke lief en leuk. Maar dat maakt het wel dat het toch wel leuker vindt als Jozua er is met die grappige leuke verrassingen. Want ja, ik ben gewoon iets meer van ja, wat strikter en wat meer structuur en wat meer... nou ja, als je dan gegeten hebt, is het gewoon klaar, zeg maar. Nou ja, goed. Vakantie, zullen we maar zeggen. Jozua herpakt zich. Hij leest een verhaaltje voor. Snel doet hij een warme sjaal op. En zingt met de kleintjes. Kom op, ga je mee. Kom op, ga je mee. Wat Jezus doet, is altijd goed. Nou, laat me niet een beetje.
Waar is Connie? En dan is het toch gelukt. Welterusten allemaal. Welterusten, Puk. Nou, dan gaan we naar Peter. Het huisje is overgedragen aan de Kudogams. Maar ze moeten ook nog officieel lid worden van de Vereniging van Strandhuisjes-eigenaren. De handtekening wordt gezet bij de voorzitter. En dat is buurman Peter. Hey, Peet. Heb je alles verteld aan jullie? Ja, voor ook ja. Zonder zo'n 4 uur borrelen bij jullie? Ja. Ja. Oké. Okay. Eén van jullie twee. Ja. Ja. Cynthia. Nou, hij is gezet hoor. Hij is gezet. Je moet nog een formulier. En we hebben het één probleem. Er zijn maar 3 vakjes voor de kind. Oh ja, dat had je verteld. Zal ik zitten? Zetto zit. Ja, of je moet zeggen, ik laat er eens thuis als ik kom. Dat mag het ook. Je de 3 meeneemt. De 3 liefste? Nee, ze zijn allemaal geweldig. Ja. Ja. Gefeliciteerd en welkom bij de vereniging. Dat is op de schil. Ja, dan gaan we hem meteen eigen maken natuurlijk. Maar... Papa, mag ik op de handbal? Leuk hoor, ja, als ik hem er aan krijg, hangmat uit Suriname, hè. En dat in IJmuiden. Nou, hoe mooi we het hebben. Oh. Nee, haal je niet. Ah, jammer. Dan hou ik hem wel even vast. Ja. Daar ga je al. Alles voor de kinderen, Am. Koning Oos. Wacht na. Nou, ga erbij. Ja, aan de andere kant. Ga maar liggen. Ja. Nou, dat hou ik maar een uurtje vol, hoor. Dat doe ik maar een uurtje. Wow. Zo, 1, 2, hoppatee! Nee! Nou jongens, het is weer over hoor. Gek hè? Ja. Omdat oudste zoon Jazz de trein nooit gehaald heeft en Cynthia hem wel mist op deze bijzondere dag, gaan ze hem even bellen. Jammer dat je er niet, dat je in slaap gevallen was joh. Ik heb je 3 keer wakker gemaakt. Dus vrijdag, zet hem even in je agenda, gaan we hier weer naartoe. Om te helpen, want er moet nog een en ander geklust worden. Jij bent superhandig, Jess. We hebben je echt nodig. Doei. 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 En dan tot slot. Terwijl de kinderen zich kostelijk vermaken op het strand... is er nog 1 belangrijk ding. De foto van opa André krijgt meteen een heel mooi plekje. Dan lacht hij. Dan lacht hij. Met zo'n zonnestraaltje. Ons toe. Zo, even tegen. Leuk hoor, jongens. Jeetje. Wie had dit gedacht dat we uit de zon moesten gaan zitten vanwege het weer? De familie Jelies heeft een mooi schaduwplekje gevonden in het bos. En dus kunnen de cadeaus voor Joni's eerste verjaardag worden uitgepakt. Wanneer gaan we zingen? We gaan nou zingen. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is zij. Diep in het diep. Hoera! Cadeautjes! Zo. Oh, kijk eens. Joni's 1. Maar dit is haar cadeau. Oh, maar hij zit in losse onderdelen, Jannek. Nou, we hebben een loopkarretje gegeven met allemaal speeltjes eraan. En dat ze dan lekker erachter kan lopen. Ik hoop dat ze dat nog lang niet doet, maar... Elke stap is er 1. Nu is 1 jaar. Lopen is weer een fase. Nou ja, dan zelf naar de C is weer een fase. Aan de ene kant vind je het heel mooi dat ze dat ze het allemaal mee mag maken. Het is dubbel. Meer voor mij is voor Johan, denk ik. Blijf altijd je kleine baby, hoor, moeder. Gelukkig. Dank je. Ik heb de chocolade, Oline. Bij de eerste, dan elke stap is een weer wat nieuws. En bij je laatste besef je van, hey, ik hoop dat ze oud mag worden en gezond en gelukkig. En nog heel lang bij ons mag blijven. Hij is goedgekeurd, Johan. Ja, ik zie het. Ze vindt het leuk. Ja, hè? Morgen in Een Huis Vol is de hele familie Kudogam opgetrommeld om te klussen in... IJmuiden! Maar het zijn geen perfectionisten. Ik ben helemaal niet kritisch. Maar dit hangt wel. Bij de Buddenbrugs hebben ze een zwembadje in de tuin gezet. 19.000 liter.
Er is alleen niet veel animo. Beweeg jullie benen dan! Televisie is uit, want stroom is duur. Dit is een leuk bootje. Ja. Janneke en Johan willen dat de kinderen een onvergetelijke vakantie hebben. 2 meter? Ja, dat is heel klein. Als hij maar vaart. Dankjewel! En de familie Zelderust krijgt bezoek van boze havenpolitieagenten. Zijn schipperskinderen, ze zijn wel wat verder opgevoed dan een normaal walkind, hè? Ja! Maak morgen eerlijker. Maak morgen groener.